I work for Van de Mortele, which is an international family company, but really international. We produce frying oils and fats, margarines. We want to deliver the maximum quality and to have the right tools to check that this is the best quality ever. So we always want to be on top. Ik zie dus eigenlijk elke dag hier een groep mensen die met veel enthousiasme en plezier naar hun werk komt. Dit meten we ook geregeld. Het is een toonaangevend bedrijf. Een mooie diversiteit aan producten waar ik mijn klanten goed mee kan adviseren. Het is een vloeiende machine. Is het eigenlijk. Alles wordt in één vloeiende beweging gedaan. En het kan veel nauwkeuriger afvullen. Dus we kunnen gewoon op de milligram na afvullen. En we hebben dagelijks, wekelijks, maandelijks updates, waardoor het systeem nog slimmer en nog beter wordt, waardoor wij handiger mee kunnen werken. Het is gewoon gaaf, geautomatiseerd, weinig mensen eraan. Maar het moet wel allemaal ingeregeld worden, het moet allemaal bedacht worden, het moet allemaal geprogrammeerd worden. Daarvoor heb je dan weer een technische dienst die allemaal met aan het fine-tunen zijn. Hey, hoe kunnen we dit slimmer laten lopen, beter laten lopen? Wat ik het leukste vind om te doen, is het verbeteren van de machines. Wat al uitgeneuzeld is, nog verder te verbeteren. Ja, als je hier in zo'n bedrijf zit, stapt, dan stap je ook in een team. Ons werk is eigenlijk hier op het lab. Hier doen we controles die we niet elders in een bedrijf kunnen doen. En we hebben ook controles in de productieafdeling. There are meetings every day to discuss the issues or the problems. So that means that we are in a daily basis improving ourselves and our way of working. Wat wij dus doen is het lanceren van concepten. Of in België wordt dat ontwikkeld en wij lanceren hier binnen de verschillende kanalen. Wat ik in familiebedrijven merk is dat het voortbestaan en de toekomst van het bedrijf belangrijker is dan het resultaat op korte termijn.